van nieuwe mogelijkheden gaat voor je open en je wandelt regelrecht het zakelijke paradijs binnen. Niets kan je in de toekomst nog voor de voeten lopen. Blijf liever met beide benen op de grond. Praat met ICL, makers van functionele computersystemen en praktijkgerichte software. ICL, realisten in automatiseren. De uitjes in deze pot stonden vanmorgen nog op het land. Van hier tot aan de horizon, doperten. Voor dag en dauw worden ze geoogst. En in de fabriek gaan ze fris gewassen de potten in. Daarna worden ze met het deksel op de pot ingemaakt. Daarom smaken ze zo goed. Ertjes van Hak, vanmorgen nog op het land en nu al in de pot. Hak, je weet wat je koopt. Dit zijn de trolleyboelies in hun lief sprookjesbos. Ze komen nu gauw naar je toe, dus knuffel erop los. Trolleyboelies, een hele familie knuffels met lang haar dat je kunt borstelen. En knuffel je de mama en papa, dan gaan ze gloeien van plezier. Laat rusten, trolleyboelies van MB. Ze rollen, ze rennen, je wilt ze verwennen. Dus geef je het beste met bloemen bereid. Met bloemen deden ze er goed van. Je geniet als ze zeggen hoe lekker het ruikt. Die heerlijke geur als je bloemen gebruikt. Met bloemen deden ze er goed van. Want bloemen is bloemen, dat proef je altijd. Met bloemen deden ze er goed van. Zo'n nootjes voor mijn soort. Magneetje. Ik word er altijd zo hemmerig van. Zoiets oefent op mij een grote aantrekkingskracht uit. Een nootje van Duivens is altijd... Oké. Okay. Er zijn allerlei soorten muesli en die smaken ongeveer zo. En je hebt maar één kruisli. Licht geroosterd en knapperig en die smaakt ongeveer zo. De Amsterdamse politie onderzoekt de ontvoering van een jonge man, Gijs van Dam, voor wie miljoenen losgeld zou worden geëist. Volgens het kabinet is na de laatste brief van Gorbatsjov de plaatsing van kruisraketten een stap dichterbij gekomen. TNO Rijswijk wordt door de dierenbescherming beschuldigd van dierenmishandeling. Er is een wilde staking uitgebroken in de Waalhaven in Rotterdam. Goedenavond. De politie in Amsterdam is sinds gisteren bezig met een mysterieuze ontvoeringszaak. Ontvoerd is de 18 of 19-jarige Amsterdammer Gijs van Dam. Voor zijn vrijlating zou een losgeld van miljoenen worden gevraagd. Gesproken wordt zelfs over 9 miljoen gulden. En dat bedrag wordt dan geëist van de vader van de ontvoerde jongen, Gijs van Dam senior. Er wordt gezegd dat hij bijzonder welgesteld is. Zijn ontvoerde zoon kwam vaak op deze paardenfokkerij aan de rand van Noordwijk om het te helpen. Maar gisteren kwam hij onverwacht niet opdagen. Zijn vader is ook een bekende in de paardensport. Hij is betrokken bij het fokken van en de handel in renpaarden. Maar zijn naam wordt ook in Frankrijk en België in verband gebracht met drugs. In Frankrijk is hij wegens gebrek aan bewijs nooit veroordeeld, maar in België heeft hij een straf uitgezeten. Volgens kringen rond Van Dam stond hij ook in contact met mensen betrokken bij de Heineken-ontvoering.
Wie er nu achter de ontvoering van Gijs van Dam junior zit, is nog volstrekt onduidelijk. Zijn vader woont officieel in dit huis in het centrum van Amsterdam, maar dat maakt een volkomen onbewoonde indruk. Er wordt dan ook niet open gedaan. En ook verder is de heer Van Dam niet voor commentaar te bereiken. Op straat ondervragen politiemannen in Burger ondertussen buurtbewoners. De politie is dus met een groot onderzoek bezig, maar op het hoofdkantoor van de Amsterdamse politie wil niemand daar iets over kwijt, alleen dat de zaak uiterst serieus wordt genomen. Voor het kabinet is de plaatsing van kruisraketten in Woensdrecht weer een stap dichterbij gekomen. Dat maakte minister Van den Broek vandaag duidelijk in het debat in de Tweede Kamer. In Den Haag, Geert Arnikhoff. Nou, gisteren heeft het kabinet nog een laatste brief gekregen van de Russische partijleider Gorbachev. Daarin staan geen verdere Russische stappen om het aantal SS-20-raketten in de Sovjet-Unie op het peil te brengen van juni vorig jaar. Die uitleg gaf minister Van den Broek van Buitenlandse Zaken vanmiddag in de Kamer. En daarmee is het zo goed als zeker geworden dat het kabinet volgende week vrijdag een positief plaatsingsbesluit zal nemen. Na dat besluit zal er een overeenkomst met de Verenigde Staten opgesteld worden die al op 1 december bij de Kamer wordt ingediend, een maand eerder dan eigenlijk de bedoeling was. En dat betekent onder meer dat de Raad van State, het belangrijkste adviesorgaan van de regering, maar een maand de tijd heeft om advies uit te brengen. En daar was oppositieleider Den Uyl boos over. Dus ik volsta op dit moment om te zeggen dat ik het onbegrijpelijk vind. En uit het oogpunt van mentaliteit in hoge mate laakbaar dat zonder enige argumentatie nu even wordt voorgesteld. Voorgesteld uiteraard, want het kabinet maakt dat er niet uit. Maar dat dus nu even in een paar weken tijd dat advies van de Raad van State wordt verkregen. Op 1 december het goedkeuringswet wordt ingediend. Want daar praten we nader over. Ik vind dat ongehoord. Ja. En wat die raketten betreft benadrukt de minister Van den Broek dat het afschieten daarvan in Woensdrecht geen zaak is waar de Amerikaanse president op eigen houtje over beslist. Via de NAVO heeft Nederland invloed op die beslissing, zei hij. Het is derhalve misleidend, voorzitter, te suggereren dat de Amerikaanse president eenzijdig het afvuren uit Woensdrecht zou kunnen bevelen. Hij kan lancering wel eenzijdig tegenhouden. Maar hij kan de inzet niet eenzijdig bevelen. En daarmee wilde de minister duidelijk maken dat Nederland met het plaatsen van de raketten ook geen stukje gezag over eigen grondgebied overdraagt aan de Amerikanen. Volgens de oppositie is dat wel zo. Die vindt daarom ook dat over de plaatsing met 2/3 meerderheid beslist moet worden in de Kamer, omdat in feite aantasting van de grondwet in het geding is. Een vraag die tijdens het debat ook opkwam was dat de Verenigde Staten de kruisraketten ook kunnen inzetten, bijvoorbeeld voor een conflict in het Midden-Oosten. Als de Amerikaanse president in de hele wereld zijn troepen in staat van paraatheid brengt, terwijl het niet om iets gaat wat specifiek de NAVO aangaat, hoort Woensdag daar dan bij of niet? Nee. Daar hoort Woensdag niet bij. Daar hoort Woensdag niet bij. En dat weten de Amerikanen dat ook. Dat weten de Amerikanen ook. Ja. Het antwoord blijft dat het verdrag zoals wij dat sluiten uitsluit dat in die situatie Amerikaanse troepen, die dus niet onder NAVO-commando zijn gesteld, van Nederlands grondgebied kruisvechtwapens zouden inzetten. Dat sluit dat uit. En morgen wordt er in de Kamer gestemd over de juridische kanten van een eventueel plaatsingsbesluit. De tweedaagse conferentie van het Warschau-pact in Sofia is afgesloten met een oproep tot vergaande vermindering van conventionele en kernbewapening in Europa. Sovjet-leider Gorbachev zette vanochtend zijn handtekening onder de slotverklaring van de conferentie met aan zijn zijde president Gromyko. Ook de leiders van de 6 andere Warschau-paktlanden zetten hun handtekening, zoals hier president Husak van Tsjechoslowakije. De verklaring van Sofia roept onder meer op tot een verbod op het beproeven, produceren en plaatsen van ruimtewapens en tot het instellen van kernwapenvrije zones in Europa. Ook willen de Warschau-paktlanden met de NAVO onderhandelen over een niet-aanvalsverdrag. Aan het slot van hun bijeenkomst poseerden de 7 leiders voor de pers. Na de conferentie gaf de Bulgaarse onderminister Ivan Ganev uitleg aan de pers. Hij zei dat de Warschau-paktlanden nu eindelijk eens een eind willen maken aan de wapenwedloop die hij geheel weet aan de krachten van het imperialisme.
Maar hij zei wel te hopen dat de aanstaande ontmoeting tussen Gorbachev en Reagan in Genève de kans biedt om een beslissende stap te zetten op weg naar wapenbeheersing. In New York zijn veel staatslieden en regeringsleiders aangekomen voor de viering morgen van de 40ste verjaardag van de Verenigde Naties. Een aantal van hen neemt de gelegenheid te baat collega's te ontmoeten. En de aandacht gaat daarbij vooral uit naar de afspraak voor vanavond laat tussen president Reagan van Amerika en de Russische minister Tsjevardnadze. De Amerikaanse president reed vanmiddag het gebouw van de Verenigde Naties in New York binnen om daar de lunch bij te wonen. Secretaris-generaal Peres de Cuellar had daarvoor alle politieke leiders in de wereld uitgenodigd. Velen kwamen zelf, anderen stuurden een hooggeplaatste vervanger. Voor Nederland was minister van Ardennen erbij. Stijl en vooral entourage is er genoeg op het grote herdenkingsfeest van de Volkerenorganisatie, destijds opgezet in de oprechte hoop de wereld te kunnen vrijwaren van oorlog. Aan de boorden van New York's East River is de VN uitgegroeid tot een gigantische organisatie, waarvan de onveranderd symbolische betekenis nog eens extra wordt bevestigd door deze unieke samenkomst van staatshoofden en regeringsleiders. Compleet met de meest stringente veiligheidsmaatregelen, omdat velen van hen, zelfs hier, hun leven niet zeker zijn. Ook dat is een punt van discussie hier. Want jarig of niet, velen verwijten de VN dat zij in volstrekte machteloosheid haar grote vredesdoelstelling is voorbijgeschoten. Hoogstens, zo zeggen zij, is de Verenigde Naties een gigantische kostbare sauna waarin de wereld in een stortvloed van woorden en memorandes kan stoom afblazen. Blijft dat zo en is dat genoeg? We spraken daarover met onze vertegenwoordiger bij de VN, Max van der Stoel. Sauna, daar kom je verfrist uit. Of het altijd hier in de VN-debat het geval is, dat weet ik niet. Maar in elk geval, het is meer dan stoom afblazen. Het is ook een voortdurend in gesprek zijn hier van 159 landen. En ook al leiden die gesprekken niet altijd tot concrete resultaten, toch draagt dat voortdurend met elkaar praten ertoe bij dat men meer weet van elkaars gevoelige punten en elkaars vitale belangen. De VN van morgen, ziet u die zoals ze vandaag is, of zijn er nog andere mogelijkheden? Strijd tegen de honger, de hoop aan vluchtelingen, wereldvoedselproblemen, noem maar op, dat zal steeds een belangrijk voorwerp van samenwerking zijn in de Verenigde Naties, waar we eenvoudig niet buiten kunnen. Het aantal landen dat lid is, is sinds de oprichting verdrievoudigd. De plannen voor een wereldomvattende organisatie ontstonden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Vooral de Amerikaanse president Roosevelt liep er warm voor en hij bedacht ook de naam. San Francisco 1945. 51 landen ondertekenen het handvest van de Verenigde Naties, waarmee de organisatie een feit is. In 1950 al blijkt eensgezind optreden een probleem. De Russen boycotten een vergadering over de kwestie Korea, waardoor de westerse lidstaten kunnen besluiten tot een militair ingrijpen van de VN tegen China. De strijd eindigt met de splitsing van Korea. Een meer gemeenschappelijk optreden vindt plaats bij de decolonisatie in de jaren 60. VN-troepen weten bijvoorbeeld de verbrokkeling te voorkomen van het vroegere Belgisch Congo. VN-secretaris-generaal Dag Hammarskjöld sterft daarbij in het harnas. De onbekende oorzaak verongelukt zijn vliegtuig boven Afrika. Ook op andere plaatsen leveren VN-troepen een bijdrage aan de vrede. Zo gaan Nederlandse troepen als onderdeel van UNIFIL naar Zuid-Libanon. Maar ieder optreden van de Volkerenorganisatie wordt steeds overheerst door de supermachten. Soms letterlijk, bijvoorbeeld partijleider Khrushchev. De meeste waardering hebben eigenlijk altijd de hulporganisaties van de VN gekregen. Het kinderfonds UNICEF en de vluchtelingenhulp. Maar de grote doelstelling van de VN, een forum te zijn voor de wereldvrede, dat doel is nooit bereikt. Vooral de Veiligheidsraad ervaart dat keer op keer als de resoluties worden aangenomen zonder dat daardoor conflicten worden opgelost. De officiële viering morgen zal voor een deel worden overschaduwd door de kleine topconferentie die president Reagan heeft georganiseerd. Hij praat dan met de politieke leiders van de grote westerse industrielanden over zijn topontmoeting met partijleider Gorbachev, dat is volgende maand in Genève.
De Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren en de Nederlandse Bond tot Bestrijding van Vivisectie beschuldigen TNO Rijswijk van dierenmishandeling. De beschuldigingen zijn vastgelegd in een zwart boek dat vanmorgen op het ministerie van WVC openbaar is gemaakt. In het zwart boek zijn verklaringen opgenomen van 5 oud-medewerkers van het TNO in Rijswijk. Ze hebben tegenover een notaris verklaard dat de feiten juist zijn en dat ze zelf hebben waargenomen. Medewerkers van TNO Rijswijk, die nog in de laboratoria werken, durven volgens beide organisaties niet voor de vastgestelde misstanden uit te komen uit angst voor ontslag. TNO Rijswijk wilde desgevraagd niet op de beschuldigingen ingaan. Het zwartboek werd vanochtend op het ministerie van WVC overhandigd aan de heer Zegers, veterinair hoofdinspecteur. Dat gebeurde door de heer Kroeze namens de dierenbescherming en namens de Bond tot Bestrijding van Vivisectie. U hoort de samensteller over de inhoud van het zwartboek. Het gaat in het rapport met name om apen, om honden en om ratten en muizen. En nou, om u een voorbeeld te geven, de apen bijvoorbeeld worden na bestralingsonderzoekingen, die op zich al vreselijk ernstig zijn, worden ze veel te lang in leven gelaten, waardoor de meest vreselijke toestanden ontstaan. Honden die bestraald moesten worden, die werden bijvoorbeeld in plaats van één keer heel hevig, werden ze heel lang, over een langere periode, dagelijks bestraald, waardoor het voor die dieren een werkelijk vreselijke toestand was. En die werden niet op tijd uit hun lijden verlost. Er worden ook apen besmet met AIDS-virus. Dat is een belangrijk voorbeeld om aan te geven hoe nonchalant men is. Er werden apen besmet met AIDS. En die werden niet in quarantaine gezet, maar werden meteen bij de kolonie teruggezet, waardoor de andere apen ook ernstig risico liepen. Maar niet alleen de apen, zelfs de medewerkers van TNO, die liepen daardoor ernstig risico om besmet te worden. De veterinair hoofdinspecteur Zegers gaat de beschuldigingen morgen bij TNO Rijswijk natrekken. Stilstaande kranen vandaag door wilde stakingsacties bij de stukgoedbedrijven Multiterminal en Müller-Thomson in de Rotterdamse haven. Achtergrond is de invulling van arbeidstijdverkorting zoals die enkele maanden geleden in principe was afgesproken en die nu per bedrijf moet worden geregeld. De werknemers willen voor die arbeidstijdverkorting 11,5 roostervrije dagen hebben, waardoor meer mensen aan de slag kunnen. Maar Bertus van der Horst van de ondernemingsraad bij Multiterminal kwam zijn collega's meedelen wat de directie wil. Hey Doch, hoe denken de werkgevers hierover? Die kwamen met een schitterend voorstel. 4 dagen inroosteren. Dat zijn precies die 4 dagen die we zelf betalen. En een 7,5 dag hadden ze vertaald in een kwartier per dag korter werken. Betekent dat natuurlijk dat het voorstel van die werkgevers betekent 4 dagen zelf betalen en een kwartier korter werken. Dat houdt in, als je nog eens een vroegertje hebt, dat dat vroegertje een kwartier korter is. Onaanvaardbaar was het oordeel van de mensen en dus besloot de dagploeg niet aan het werk te gaan. Die actie werd gevolgd door de dagploeg van Müller-Thomson, waar hetzelfde voorstel wordt verwacht. En vanmiddag besloot de avondploeg van Multiterminal ook niet te werken, zodat, volgens de vervoersbond FNV, die voorlopig een bemiddelende rol speelt, rond de 550 mensen in de Rotterdamse stukgoedsector vandaag niet hebben gewerkt. In Den Haag is vandaag een internationaal congres begonnen over de bestrijding van drugs en problemen ten gevolge van drugs. Vertegenwoordigers uit 21 landen praten de komende 3 dagen over de aanpak van vooral de grote steden. Want juist daar zijn de problemen met drugshandel en drugsverslaafden erg groot. Zo zal de vertegenwoordiger van Singapore gaan uitleggen dat daar iedere verslaafde in een speciaal kamp wordt opgesloten en verplicht moet afkicken. Een proces dat vaak 4 tot 5 jaar duurt. West-Duitsland pakt de zaken weliswaar minder streng aan, maar verbiedt alles. Harddrugs, zoals heroïne, en ook softdrugs, als marihuana. De straffen daar zijn strenger dan in Nederland. Ons land staat bekend om het verstrekken van het vervangend middel methadon en de verschillende projecten voor vrijwillig afkicken. Er zijn dus veel internationale verschillen. Kan een congres, zoals dat vandaag begonnen is, daar nu eenheid in brengen? Er zit een grootse gemene deler in, omdat we allemaal de zorg hebben voor onze stedelijke samenleving, noem ik dat maar. Onze burgers die in de stad wonen, of verslaafd of niet verslaafd. Ja, maar de methoden van aanpak zullen erg uiteenlopend blijven, ook na deze 3 dagen. Voorlopig wel. De steden bepleiten vooral een lokale aanpak van het drugsprobleem. Maar wat vindt de landelijke overheid daarvan? Ik ben daar in beginsel glad voor. We zullen afspraken moeten maken hoe we dat dan precies uitwerken, maar ik ben ervoor. Gaat het dan niet ten koste van de verantwoordelijkheid van de landelijke overheid? Dat hoeft helemaal niet.
Ik denk als we duidelijke afspraken maken wat er in ieder geval bereikt moet worden, dat ik best vrijheid kan geven, meer vrijheid kan geven aan de grote steden, zeker wel. In Libanon hebben de Nederlandse UNIFIL-soldaten hun koffers gepakt. De Nederlandse regering besloot onlangs dat we niet langer deel uitmaken van de VN-vredesmacht daar in Libanon. Over het vertrek van de militairen, Arnoud van Linden. Vandaag was het zover dat de 160 man hun persoonlijke uitrusting en koffers mochten inleveren. Dat hield in eerste instantie in dat alles weer uit de plunjezakken moest. De 6 marechaussee die bij UNIFIL gedetacheerd waren, bezochten de stapels kleren om er zeker van te zijn dat niemand zou proberen te veel naar huis mee te nemen. Dat was overigens niet het geval. De meeste posten die de Nederlandse blauwe baretten bemand hebben, zijn al vorige week overgedragen aan eenheden uit Fiji en Nepal. Zij liggen langs de voorste linies van de militie die Israël opgericht heeft. Veel discipline heeft die militie niet. Zeker niet als hun posten 's nachts aangevallen worden door het Libanese verzet. De loop van een Sherman tank van de pro-Israëlische militie is regelrecht gericht op deze post waar nu een Fiji-soldaat op wacht staat. Kogelgaten in de muren geven aan hoe gevaarlijk het hier is geweest. Het Libanese avontuur is over. Het heeft ruim 9000 Nederlandse soldaten naar dit omstreden land gebracht. Vrijwel allen spreken van een positieve ervaring. Maar vrede en veiligheid hebben zij niet kunnen brengen. De oorlog in Zuid-Libanon duurt voort. De weersverwachting tot slot. Ook vandaag was het in grote delen van West-Europa zonnig. Hardnekkige mistgebieden waren wat minder omvangrijk dan gisteren. Ze zijn met pijltjes aangegeven. De temperatuur liep uiteen van een graad of 7 in de mistgebieden tot ruim 20 graden in Zuid-Frankrijk. Het weer wordt bepaald door een hoge drukgebied van 1043 millibar boven Oost-Duitsland. Het breidt zich nog uit. Vannacht is het helder met een minimumtemperatuur van ongeveer 3 graden. Alleen aan de westkant van grote wateroppervlakken is het wat minder koud. Morgen overdag is het opnieuw zonnig bij een middagtemperatuur van ongeveer 12 graden. De wind draait naar het zuidoosten en is matig, in het kustgebied nu en dan krachtig. Voor vrijdag tot en met maandag zijn de vooruitzichten aanhoudend droog en perioden met zon. Middagtemperatuur ongeveer 11 graden. Tot zover het 8 uur journaal. Goedenavond. In welk vervoermiddel kun je je baby zo probleemloos voeden? Alleen in de trein toch zeker? En voor minder geld dan u denkt? Voor mensen die buiten de spits reizen is er de dalurenkaart. Per persoon gemiddeld 12 cent per kilometer. Wie prijsbewust is, haalt de volle treinprijzen met alle voordelige mogelijkheden. De trein is zo gek nog niet. Ola brengt een uniek en nieuw ijsdessert op tafel. Viennetta. Met heerlijk rijk vanille-ijs tussen onweerstaanbare krokante chocolaagjes. Viennetta van Ola kan u echter een probleempje geven. Na één portie weten ze niet meer van ophouden. Boskovska, brozhnevitja. Laten we beginnen met een goede gewoonte. Wat is wel holle? Eerst de borrel, dan de politiek. Maar is wel holle? Wok me. Staat de bok maar koud. Schat. Ik geloof dat hij u schat noemt. Oh, die ken ik. Die test alles voor het in de dikke weekend mag. Nou is uw kostuums aan het testen. Hoogst persoonlijk. Op welke afdeling werkt u man ook alweer? Dat staat op bladzijde 600 van uw eigen dikke weekamp. Vul zijn afdeling in op de speciale bestelbon achterin. En u krijgt gratis dit fijne sieraad bij uw bestelling cadeau. Op welke afdeling zit die man? Bladzijde 600. Als je wat te doen hebt, doe het dan zoals het moet. En niet
alleen. We doen het samen, samen gaat het goed. Mijn geniet is een door van melk, Unimelk. Lest je dorst, geef je pep die je nodig hebt. Van verse melk geniet je als je actief bent en in touw. Want melk, Unimelk is lekker en het doet iets voor jou. Melk, Unie. Smaakt goed, doet goed. Die nieuwe knabbelstangetjes gaan snel van hand tot hand. Knabbeltje met chocola is knapperig, krokant. Zo knibbel, knabbel, lekker mij, geniet je nooit alleen. Je eet ze bij de borrel, bij de koffie, bij de thee. Niemand, niemand zegt ooit nee. Mikado van Lu, dat lijkt niets voor u. Dat is een lekkere taart, zeg. Mm. Hoe krijg je zoiets nou in een computer? En een lastige klant? En een stokbrood? En een melkboer? U zou eens moeten praten met Alpha, de adviseurs in automatisering. Want Alpha krijgt het in de computer. Als het weer gemene dingen doet, kan je beter Natterman-pastilles bij de hand hebben. Toen Verkade mij benaderde, dit gebakachtige koekje met deze koninklijke vulling bij u aan te prijzen, 15 exemplaren per pakje, feestelijk ingedeeld, toen dacht ik, nou, daar heb ik wel oren naar. Maar voor welk goed doel is dit eigenlijk? Zelfs de allerergste vlekken zijn kinderspel voor Witte Reus. En dat op iedere temperatuur, want Witte Reus bevat biologische vlekoplossers voor nog meer reuze waskracht. Witte Reus met biologische vlekoplossers. Drinkt uit de kraan.